En welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik weer een favoriete en opgemaakt video voor jullie van de afgelopen maand. Dit zijn favoriete producten en dingen die ik heb opgemaakt. En het zijn er behoorlijk veel, dus ik zeg, laten we snel beginnen. Ik begin met een shampoo en conditioner waar een winactie aan vasthangt. Hou even mijn Instagram in de gaten, Beauty Gloss, want daar komt de winactie op. En dit is gesponsord. Het gaat om de shampoo en conditioner van André Lon van de Pink Line. En zoals jullie weten ben ik al mega, mega lang fan van alle Pink producten. En nu hebben ze ook shampoo en conditioner. Ze hebben twee versies. Mijn persoonlijke favoriet is de Super Shine. Ik heb deze, denk ik, voor 1/3 nu leeggemaakt. En het is echt zo, zo fijn. En sinds ik dat korte haar heb, let ik heel erg op dat producten mijn haar dus niet zwaarder maken. Maar ook niet te vettig of wat dan ook. En dit is gewoon super licht. En ja, het maakt mijn haar mooi. Ik heb het vanochtend ook hiermee gewassen. En ook de conditioner gebruikt. Die is ook niet heel zwaar of zo. Het is gewoon eigenlijk perfect voor mijn haar dit. En dan heb je ook nog de Take Care lijn. Die heb ik vooral gebruikt nadat wij terugkwamen van onze reizen. Dus van zon, zee, zout. Je kent het wel dat je haar echt even droog is. Super verzorgend, maar wederom niet dat het mijn haar heel zwaar maakt of zo. Ik heb daar zo'n hekel aan als iets zeg maar verzorgend is en het wordt gewoon plat. Want ik heb al van mezelf aardig plat haar, weet je wel. Het is al zeg maar, ja, ik weet niet. En nu is het, ik heb het nu met Super Shine gedaan en het is gewoon, het houdt volume als je het erin creëert met een krultang. Dus ja. En ze ruiken echt zo lekker, echt. Ja, een beetje zoetig. Het is heel erg dat pink. Die pink lijn is gewoon zeg maar zoetig en lekker en betaalbaar en echt gewoon kwalitatief goed. De uitbreiding van de pink styling lijn is nu exclusief te koop bij Kruidvat. Aanrader, probeer ze eens. Alright, we gaan verder met de andere favorieten. Nou, mijn favoriete geur van de afgelopen maand was deze. Dit is de nieuwste Cher Mugler. Die heet Aura. Buiten het feit dat ik de flacon fantastisch vind, kijk nou hoe mooi, is de geur echt waanzinnig. Het doet me denken aan dat Amerikaanse, Amerikaanse kauwgom. Je hebt dan, wij kennen hier vooral de minty kauwgom. En in Amerika heb je altijd ook nog groene kauwgom. En dat is vaak een beetje, ja, ik weet niet, net iets wat, ik kan het niet uitleggen. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet noemen. Het is gewoon Amerikaanse kauwgom. En dan in een geurvorm. En ik had deze dus mee naar de Ark, voor wie de vlogs heeft gezien. Ik heb deze elke dag gedragen en doet me heel erg denken aan dat weekend. En ja, het is gewoon echt een hele goede geur. Dit gaat 100.000% een nieuwe klassieker worden. Mark my words. Dus de nieuwe Angel, zeg maar. Op het gebied van make-up heb ik twee nieuwe foundations die ik elke dag door elkaar mix. Voor de goede kleur en voor het effect, zeg maar. Ik weet niet, ik gebruik echt nooit echt één product. Ik mix altijd wel een iets donkerder erdoorheen, zodat ik de goede kleur heb. Wat ik nu gebruik is deze, de Bobbi Brown Longwear Even Finish Foundation SPF 15. Maar ik heb dus de kleur Natural 4 en die is voor mij te donker. Alleen als ik echt gezelfruimd heb, is die goed. Dan heb ik de Naked Skin van Urban Decay, One and Done. En dit is de kleur Light. En wat ik doe is, ik doe twee pompjes van deze en eentje van deze. Ik vind deze structuur echt fantastisch. Dat ik echt, want ik ging hem puur aanbrengen toen ik wat bruiner was. Ik dacht echt, oh, wat een dekking. Maar hij is dus nu te donker en deze is echt heel licht en waterig. En als ik de twee mix, heb ik eigenlijk echt een perfecte foundation for every day. Dus dat is zeg maar mijn huidige combinatie. En op die manier kan ik ook mee spelen. Weet je, als ik dan net even iets bruiner ben, dan doe ik één pompje van die en twee van die. En als je dan echt zelfbruin, vakantiebruin bent, alleen deze. En als ik echt heel erg bleek ben straks in de winter, dan gebruik ik waarschijnlijk alleen deze. Dus dat is een beetje hoe ik met mijn foundations werk. Mijn favoriete concealer van het moment is deze, de Estée Lauder Double Wear Brush on Glow BB Highlighter. Deze heb ik echt al vet lang in mijn collectie liggen. Ik gebruik hem heel af en toe voor een feestje, maar nu langzaamaan merk ik dat ik hem iedere dag pak. Voor onder de ogen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee als zo'n Yves Saint Laurent Touche Eclat. Weet je, dat breng je aan. Het is eigenlijk een soort van vloeibare highlighter. Maar hij bedekt op zich ook wel goed de donkere kringen. Ik heb niet, weet je, het is mij nooit heel erg sterk verkleurd. Ik kan me voorstellen als je echt van die ader hebt en als wat je ziet, dan moet je wel echt een wat dekkendere hebben. Maar ik vind deze heel mooi. Ik heb hem nu ook op. Trouwens, ik heb die foundation ook nu op, die combinatie. En ik vind dat hij een hele mooie glowy look geeft onder de ogen. Mijn favoriete poeder van het moment, dat is deze. Dat is Givenchy Prisme Libre. Dit is 8 Voile Audacieux. Ik kan geen Frans. Maar dit is dus een poeder met 4 vakjes. En die gebruik ik echt al zo lang voor filmpjes en zo. Maar ik merk dat ik mijn everyday poeder elke dag afwissel. Maar dat ik nu echt ben blijven hangen bij deze. Ik vind hem echt zo fijn. En het effect, het is zeg maar een beetje lichtrozig. En dat is gewoon mijn ondertoon. Ik ben gewoon roze. Ik probeer mezelf
altijd met foundation ietsje geler te maken. En ik ben ook serieus jaloers als ik dan zeg maar van die YouTube tutorials zie. En dat echt iedereen van zichzelf een gele ondertoon heeft. Denk ik, oh, ik vind dat zo mooi. Maar ik heb dat gewoon niet. Ik ben zeg maar biggetjes roze, zoals ik het altijd zeg. En ik probeer dan zeg maar met foundation wat te doen. Maar soms ben ik dan te geel. Dus dan, als ik weer deze eroverheen doe, is dat dan weer wat meer roze zeg maar. Dus dan matcht het iets beter bij mijn natural kleur. Dus ja, maar hij is heel mooi. En ik vind gewoon de verpakking is awesome. Een blush die ik de laatste dagen veel heb gebruikt is deze van NYX. Het is Away We Glow. Dit is Illuminating Powder in de kleur Crushed Rose. En dit is zo'n blush meets highlighter met vier kleuren erin. Maar ik gebruik hem gewoon als blush. En ik vind de kleur heel mooi. Het is een beetje peachy roze. Ik heb hem nu ook op. Gewoon eigenlijk zo'n everyday blush kleur. Ik hou ervan. Ik hou er ook van om soms veel blush op te doen. Zoals nu. Dan denk ik, ah, het spat er dan echt vanaf. En er zit een soort van een vierde ervan dus een highlighter. Maar ja, ik mix het gewoon zo met die kwast. En dan doe ik daarna nog gewoon een echt volle highlighter hier erop. Maar het is ja, een mooie blush. Mijn favoriete highlighter van de afgelopen maand, dat is deze. Dit is Mua Undress Your Skin in Peach Diamond. Sowieso, ik vind zeg maar de Mua Undress Your Skin highlighter zo ontzettend mooi. En zo budgetproof. En kwalitatief gewoon goed. En ik heb deze nu ook op. Ik zal even laten zien. Het is zeg maar een soort van, wacht, doe maar een puntje van mijn neus. Van lila highlighter of zo. En ik, oh, het is zo pretty. Ik wissel wel veel van highlighter. Maar ik vind deze laatste tijd, denk ik, ja, die past echt goed bij de looks die ik creëer. Weet je, een beetje blauw-lila-achtige glow. Super mooi en betaalbaar. En tot slot iets verzorgends, iets natuurlijks, namelijk tea tree olie. Deze is van Dr. Organic, maar ik heb er verschillende. Ik heb ook van de Body Shop. Ik heb eentje die ik gewoon bij de tuinen kocht, puur. Dit is trouwens ook puur, geloof ik. Maar tea tree, pure oil. Voor degenen die het niet kennen, het is echt helemaal puur natuur. Werkt tegen heel veel dingetjes, waaronder onzuiverheden. En ik merk gewoon dat als ik iets van de onzuiverheid heb en ik stip het aan met tea tree, dat het gewoon meteen iets doet. En ja, ik vind het gewoon een topproduct. Ook als je ziek bent, om ermee te stomen. Weet je, het is gewoon, dit is echt zo'n dingetje wat van je oma als tip geeft. Dus hier bij deze, je oma, die geeft als tip tea tree olie. Goed, dan gaan we nu verder met de opgemaakt producten. De dingen die zijn opgegaan de afgelopen maand. Als eerste de Body Shop Fuji Green Tea Shower Gel. Heb ik niet officieel als douchegel opgemaakt, maar die zit in een zeeppompflacon nu. Die is eigenlijk niet op. Maar dit flesje is op. Ja, ik gebruik vaak douchegel als handzeep. Hij is heel lekker. Ik vind de Fuji Green Tea lijn, denk ik, een van de lekkerste die ooit is uitgekomen bij de Body Shop. En ja, nu hebben we hem dus in de toiletten als handzeep. Shampoo, André Lon Biotin Strength Versterkt Breekbaar Haar. Biotine zit erin. Dit is de shampoo geweest die ik de afgelopen maanden heb gebruikt. De conditioner is nog niet op. Dat is altijd met een of andere reden gaat shampoo mij altijd sneller op. Reinigt mild en wederom maakt het mijn haar niet weer heel zwaar of zo. Dus het is gewoon echt ja, verstevigende shampoo. En hij is op helaas. Maar ik ben nu natuurlijk die andere aan het gebruiken. Lush Yummy Mummy Shower Gel. Dit was een moederdag product. Super, super lekker. Het is een lila flesje. Het ziet er heel cute uit. Het is echt zo'n moederdag cadeau dingetje. Nou ja, dat is natuurlijk al lang geweest. Maar ja, ik vind hem heel lekker. Rodial Stem Cell Superfood Cleanser. Dit is door zowel Greg als mij met echt heel veel liefde gebruikt. Ik gebruik het om mijn make-up weg te halen. En hij gebruikt het om zijn gezicht te wassen. Ik vind het echt een topproduct. En hij heeft dus echt een super, super kurkdroge huid. En hij zat helemaal van, wow, dit is echt goed spul. Gewoon, je smeert het erop. Het is heel creamy en dikkig. En dan was je het eraf. En het is zeg maar niet dat je huid daarna nog droog is. Maar juist wat gevoed. En voor mij als iemand die dus snel puistjes krijgt. Werkt het ook prima. Dus hij had deze vaak op reis mee. En dan gebruikte ik hem voor mijn make-up. En dat werkte echt gewoon super. Dus ja, zeker een aanrader als je een hele droge huid hebt. Wat hij dus heeft. Hij was echt heel enthousiast hierover. Twee zonproducten die we hebben opgemaakt tijdens het reizen. Als eerste de No Add 50 Plus Sun Protection Zonnebrandcreme. Dit is, wat mij betreft, een van de allerbeste 50 SPF 50 zonnebrandcremes die ook nog eens redelijk betaalbaar is. Ik heb deze echt al zo lang. Op een gegeven moment hadden wij deze ook in een goodie bag voor de Beauty Girls Party, dat weet ik nog. Volgens mij heb ik deze daarvan. Maar ik gebruik dit echt al jaren. Ik heb verschillende zonnebrandcremes. Ik vind bijvoorbeeld Lancaster ook super en zo. Maar dit is gewoon echt een hele handige om even snel te kopen, even snel je tas te gooien. En hij werkt, 50 plus. Dus als je het zich snel verbrandt, super. En een After Sun. Dit is de Terracotta After Sun Cream van Guerlain. Dit is geloof ik die van vorige zomer. Of misschien zelfs wel die daarvoor.
ik gebruik Eftersun wel, maar nooit zeg maar... Het is niet zo dat het net zo snel opgaat als zonnebrandcreme. Ik heb vaak 1 of 2 van die flessen staan en doe ik dan echt 3 jaar mee of zo. En voor mijn gevoel is het ook gewoon een body lotion. Want het heeft vaak een soort van glittertje of zo. Deze heeft dat niet. Deze heeft trouwens tan booster. Dus die zorgt ervoor dat je sneller bruin wordt. En ja, ik vind het gewoon vooral een hele lekkere crème. Dus dat je 's avonds terugkomt na een dag. Bijvoorbeeld lekker uit het strand. En dan kom je terug en dan ga je lekker in je hotel wassen, douchen. En daarna heerlijk hiermee insmeren. En het ruikt ook gewoon zo verzorgd. En gewoon, ik weet niet. After Sun geeft me de geur van een relaxe avond op vakantie. Dan heeft Greg een parfum opgemaakt. Ik wilde hem toch even benoemen. Dit is de L'Homme Ideal van Guerlain. Oh, dit is zo'n lekkere geur. Oeh, dit is... Dit, oh. Echt, als je een cadeautje wil doen aan een man. L'Homme Ideal. Ik denk hem ideaal. Dat kan ook, dat hij hem zo uitspreekt. Maar heel erg lekker. Echt, echt, echt een goede geur. Deze kleine Aura Labs Extra Moisture Lip Balm in Vanille Mint. Volgens mij hebben we deze van Burning Man. Ja, deze hebben iemand deelde dit uit bij Burning Man. En die is gewoon serieus helemaal tot het einde opgemaakt. Zijn jullie er klaar voor? Er komt nu een lading aan make-up. Ik heb echt heel veel make-up opgemaakt. Yes, let's go. Als eerste, MUA Skin Define Hydro Primer. Die heb ik echt... Na maanden in elke tutorial heb ik dit als basis gebruikt, de Jelly Primer. Voor het eerst vond ik een primer die en extreem goed werkte en geen puistjes geeft. En dat is nogal een ding, want ik krijg van elke primer puistjes, maar deze niet. Dus aanrader, super budgetproof, werkt hydraterend ook, maakt je huid heel soepel. Echt gewoon, I love it. Moet eigenlijk, aan de ene kant denk ik wel nieuwe halen, aan de andere kant denk ik, ik heb nog een voorraadje aan primers waar ik goed mee werk, zeg maar. Dus ja, maar echt gewoon, en hij is super, super goedkoop. Het is echt de cheapste primer die ik had en ik heb hem opgemaakt. Dan een foundation die ik heb opgemaakt, Lingerie Depot BB Beauty Booster van Guerlain in Medium. Ik geloof dat ik die echt al 2 jaar lang ook in elke tutorial gebruik, gecombineerd met een andere foundation. Dit is dan zeg maar de donkerdere kleur. Super, super fijn. Wel SPF 30, dus vaak gebruikte ik hem niet als ik wist dat er flitsfoto's werden gemaakt. Weet je wel, rode loper, dat soort dingen, dan niet. Maar voor everyday, dit was mijn go-to donkere extra druppeltje. Dus dan doe je er ook super lang mee. Super fijn. Ik heb destijds de lichte kleur ook helemaal opgemaakt. Dat was dan wel iets wat ik echt 2-3 pompjes per dag deed. En deze, ja, daar heb ik gewoon oneindig lang mee gedaan. Mega fijn. Ik heb echt geen grap 5 mascara's. Huh? Ja, oké, laten we er even doorheen gaan. Als eerste primer van Dior, ik zal hem even zo laten zien. De Dior Show Maximizer 3D Triple Volume Plumping Lash Primer. Die heb ik best wel lang gebruikt als basis. Alleen, ja, deze is niet meer goed. Ik heb een andere die nog dicht is liggen, maar ik gebruik nu een andere primer. Maar dit is denk ik een van de allerbeste primers die ik ooit heb gebruikt onder mascara. Dus je doet dit op, je wimpers worden mooi glad zacht en daaroverheen doe je mascara. En eerst dacht ik, wat heb je daar nou aan? Zo'n primer. Maar het lijkt wel alsof die beschermt van mascara. Dus ik heb het gevoel dat mijn eigen wimpers er gezonder uitzien. Doordat ik nu steeds een primer gebruik onder mijn mascara. En verder is het gewoon een verzorgend product. Dus het is ook echt een soort van serum. Het zorgt ervoor dat je wimpers mooi worden en zo. Ik vind hem heel erg fijn. Dan deze mascara die ik bij de Action kocht. De X Mascara Flat Lash Fiber. Die heb ik toen gebruikt voor mijn Action make-up look. Maar daarna heb ik hem trouwens nog wel een tijdje gebruikt. Alleen, ik weet niet wat er gebeurde. Hij was niet meer goed heel snel. In ieder geval, dat vond ik wel weer jammer. Ik dacht, ja, je bent dan wel goedkoop. Maar hey, ik vind wel dat je het dan 3 maanden moet doen. Maar dat gebeurde dus niet echt. Het was wel best wel snel weer dat het klonterig was en zo. Die witte kant was sowieso niks. Maar die zwarte kant was wel oké. Maar kijk, zie je... Ik weet niet of jullie het zien, maar er hangt ook een ding aan. En ja, nee, jammer. Maar het is prima mascara hoor. De witte kant zou ik wel gewoon negeren, want daar heb je niks aan. Dan deze Bobbi Brown Eye Opening Mascara. Die heb ik dus ook een tijdje gebruikt. Alleen, ik ga even heel eerlijk zijn. Die borstel is te groot voor mijn wimpers. Soms heb je dat toch, dan heb je echt zo'n vette, dikke borstel. Als je korte wimpertjes hebt zoals ik, dan gebeurt het al heel snel dat je met die borstel tegen je ogen aangaat. En dat had ik dus de hele tijd bij deze mascara. Super irritant. De reden dat hij nu pas hierin ligt, want ik heb hem al een tijdje terug opgemaakt, is omdat ik hem vond in een reistasje. Toen dacht ik, oh ja, die mascara, die was toen al uitgedroogd. Die wilde ik nog in mijn opgemaaktbak doen, maar dat, de een of andere reden is hij daar niet echt beland. Maar nu wel. Dus hij is fijn als je, zeg maar, hij doet het wel, alleen je moet lange wimpers hebben. Anders dan zit je met die kwast te duwen tegen je onder- en boven ooglid. En niet zo handig. Dan heb ik een Dior Show Iconic Overcurl opgemaakt. En opgemaakt is een groot woord hiervoor, maar het is 662 en dat is dus een...
Een soort van bronzen mascara. Zoals je misschien weet, ik test veel producten, veel mascara's, veel producten van Dior ook. Die ik super mooi ben. Ik ben super dankbaar dat ik het mag testen. Maar ik kan hier niet aan wennen. Een bronzen mascara, ik heb hem denk ik een stuk of 8 keer opgehad. En elke keer weer, dan keek ik naar mezelf in de spiegel. En dacht ik, het is te licht voor me of zo. Ik denk dat dit een mascara is voor blonde mensen. Als je echt wit blond bent en je wil een mooie bruine mascara, dan moet je hiervoor gaan. Maar bij mij was het maakte mijn wimpers zeg maar lichter. Ja, het was hem gewoon niet. Maar het concept is leuk. Het is een metallic mascara. Maar ja, nee, ik doe hem weg. En tot slot mijn geliefde Voluminous Lash Paradise. Waar ik zo lang naar heb gezocht in Amerika. Voor wie de vlogs heeft gezien. Ik ben alle Walmarts af geweest. Target. Dit was zeg maar helemaal gehyped deze zomer door alle gurus en zo. En ja, ik ben dus echt gewoon de winkels langs gegaan. En ik heb hem gevonden uiteindelijk in een Walmart. En blijkbaar verkopen ze hem nu ook in Nederland, maar onder een andere naam. En blijkbaar hangt er een hele grote campagne aan vast. Dus ik wil bij deze even zeggen dat dit bij mij niet gesponsord is. Wist ik veel. Ik ben er wel gewoon echt enthousiast over. En ik ben gewoon, zeg maar, doordat ik video's van de internationale YouTubers had gezien die allemaal dit liet zien, dacht ik, oh, ik ben hem ook. Maar ja, weet je, zo werkt het gewoon. Als anderen het laat zien. Weet je, of het nou betaald is of niet. Ik kijk gewoon naar het resultaat. En ik zie gewoon dat het mooi is. En denk, ik wil het ook. Dus ik ga het ook gebruiken. En dan komt het ook voor bij mij. En dan hoeft het echt niet per se gesponsord te zijn of zo. Want ik heb er, wat was het? $6 voor betaald toen of zo. Ik hoorde wel dat het hier echt inderdaad, zoals ik al had verwacht, een stuk duurder is. Maar hey. Oh, dan ga ik toch even een nadeel noemen. Het is nu 2 maanden ongeveer dat ik hem gebruik. Misschien zelfs wel iets minder. 1,5. Hij is helemaal uitgedroogd. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Ja, dat vind ik wel echt jammer. Want, weet je, 3 maanden vind ik al kort voor een mascara. Normaal denk ik, 3 maanden heb ik net een goede. En dan kan je hem weer wegdoen, want het jeukt, het is droog. Maar dit is wel echt heel erg kort. Dus bij deze, een kritische opmerking. En dan heb ik ook nog eens 5 vloeibare eyeliners. Echt, hoe kan dit? Hoezo heb ik ineens zoveel mascara's en eyeliners die ik op heb gemaakt? Oh, ik weet waarom. Omdat ik mijn beautykast heb opgeruimd. Wat ik trouwens niet heb gefilmd voor Beauty Gloss. Sorry daarvoor, maar dat zie je in een vlog. Ik heb het zeg maar in een vlog gedaan. Toen ben ik dus al die dingen, dat was het. Ja, toen kwam ik dus ook die ene mascara tegen. Toen heb ik allemaal tasjes uitgezocht. En toen vond ik dingen van, oh ja, dat was op. Oh ja, en weet je, vooral op vakantie. Als ik iets op heb gemaakt, dan gooi ik het terug in het tasje. En dan denk ik, oh ja, je hebt me opgemaakt, pak je doen. En dan vergeet ik dat. Dus bij deze 5 mini reviews. Als eerste, de allerbeste, de Dior Show Pro Liner Waterproof. Dit is trouwens een oogpotlood. Ik zeg het verkeerd, het is een oogpotlood van Dior. Mega, mega fijn. Waterproof. Echt een super fijn design. Het is een langwerpig, rechthoekig stokje. En die gebruikte ik elke dag tussen mijn wimpertjes. Ik baal dat hij op is, want hij brengt heel lekker aan als je zeg maar zo tussen je wimpers wilt tekenen. Super. Dan van The Body Shop, de Skinny Thin Felt Eyeliner Pen. Prima eyeliner pen, maar iets te klein voor mijn smaak. Het is echt een eensie, weensie, teensie, deensie, mini puntje. Ja, en ik hou gewoon van een iets dikkere eyeliner. Niet zeg maar mega vet, daar komen we zo. Maar dit was net te dun. Dus ik denk dat deze heel goed is als je bijvoorbeeld wat jonger bent en je wilt een wing, maar je wil niet, weet je wel, glam look helemaal. Dan moet je zo'n soort eyeliner hebben. Die maakt echt zo'n mini wing. Echt top. Dan had ik het over hele dikke. Nou, deze vind ik dus te dik, helaas. Dit is een super vet eye marker van NYX. En die ziet er zo uit als een dikke stift. Een dikke stift is niet per se verkeerd. Ik heb hele goede dikke stiften gehad. Maar deze die is gewoon net even te dik. Waardoor die niet een perfect mooi puntje kan maken. Bij mij in ieder geval. Ik zet dit en dan het puntje eindigt zeg maar zo. Als een streep. Niet mijn ding. Ik denk dat dit handig is om bijvoorbeeld een lijntje in te kleuren. Maar absoluut niet voor een wing. Je kan het met plakband doen. Ik heb daar toen zo'n techniek voor gefilmd. Maar ja, ik weet het niet. Het is niet mijn ding. I don't really like it. Dan heb ik hier Givenchy Liner Couture in een bruine kleur. Er staat geen kleurnaam bij, maar de achterkant is bruin en de kleur is bruin. Dit is een fijne stift. Fijne, lange stift. De kleur is bruin. Ook weer eens wat anders dan zwart. Heb ik best wel een tijdje gedragen. Het viel denk ik niet echt op dat mijn lijn bruin was. Ik denk met een zachte ooglook. Weet je, als je gaat voor een kantoorlook of iets, is een bruine liner heel zacht en veilig. Maar het is eigenlijk gewoon een wat zwakkere versie van de zwarte eyeliner. Dus ja, als je houdt van een soft look. Combineer deze met die bronzen mascara. Als je heel blond bent, dan weet ik zeker dat dat echt fantastisch zal staan. Zacht, weet je wel. Niet te hard met zwarte lijnen. Ik heb hem helemaal opgemaakt. Ik vind hem heel fijn. En tot slot heb ik de Essence Superfine Eyeliner Pen opgemaakt.
super, super fijn, super fijn, super fijn. Ja, hij is ook echt super fijn. Hij doet een goed lijntje. Het enige is, ook deze droogt mij echt na 2 weken uit. Dat was allemaal wel jammer. Hij is budgetproof, maar oh, waarom droogt alles mij altijd uit? Goed, dat waren ze, mijn favoriete en opgemaakt producten van de afgelopen maand. Ik weet het, het is iets later, maar dat komt omdat vorige maand iets later was. Ik denk, ik langzaamaan ga ik terug naar het begin van de maand met deze video's. Maar ik vond het zo snel om gelijk weer, zeg maar, een week later weer zo'n video te maken. Dus ja. Anyway, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet mijn Instagram in de gaten te houden voor de winactie met de André Lon shampoos en conditioners. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer.